Landschapsbeheer Zuidwest Veluwe en Mooi Wageningen organiseerden op 4 november op de Wageningse Eng langs het Honingblokpad met vrijwilligers de jaarlijkse natuurwerkdag als onderdeel van het landelijk gebeuren. De vrijwilligers werden voorzien van de juiste gereedschappen en gingen aan de slag om een deel van de braam te verwijderen en de rijvlier langs het pad te snoeien. De takken worden verwerkt in een wal langs het bos om aantrekkelijke nestplaatsen voor vogels en muizen te creëren. Volgens mij is er een aardige opkomst vandaag gekomen, of niet? Ja, we hebben zeker zo'n 50 mensen aan het werk, waaronder een grote groep uit Tiel, een scouting die ons meehelpt. De takken die worden hier in het bos gesleept. De bedoeling is dat het op de houtwal terechtkomt en er wordt netjes opgestapeld, zodat de natuur en dieren daar weer in kunnen nestelen. Hebben jullie meer dagen dat mensen hier kunnen helpen met opruimen? Ja, wij organiseren 2 keer in de maand op zaterdag een werkdag, waarbij iedereen die zin heeft gewoon lekker even in de natuur aan de slag kan. En dat kan zijn wilgenknotten, dat gaat vanaf half november weer gebeuren tot februari. Of het kan zijn op de heide, dat we de heide proberen open te houden. Of houtwallen onderhouden. Dus ja, we zijn dan meestal met een 15 mensen of zo. Soms wat meer, soms wat minder. Die dan het lekker vinden om even die dag lekker buiten in de natuur iets nuttigs te doen. Ja. En als mensen dat nou zouden willen, waar kunnen ze dan dat soort opruimdagen vinden? We hebben een website, landschapsbeheer-zuidwestveluwe.nl. En daar kunnen ze de werkdagen vinden. Ze hoeven zich bij ons ook niet van tevoren aan te melden. Mag wel, maar hoeft niet. En ze kunnen gewoon een keer komen kijken of een keer meehelpen. We gaan naar de klok. Nou, een hele scoutingploeg uit Tiel hier in Wageningen hard aan de slag. Hoe komen jullie hier terecht? Via Google Natuurwerkdag. En dan gaan we kijken wat een beetje in de buurt zit en wat ons leuk lijkt voor de kinderen om te doen. Doen jullie dat vaker? Want... Ja, ieder jaar. Want in jullie buurt in Tiel wordt, neem ik aan, ook wel het een en ander gedaan. Maar jullie komen toch deze kant op? Ja, we zijn bij ons in de buurt eigenlijk overal al geweest. Hebben jullie nog iets geks gevonden vandaag? Ja, een dood dier. Ja, een dood dier. Daar in die bossen, daar vonden wij een dood dier. We denken dat het een hond was. Okay. Ik denk dat het een vos is, hoor. Ja, echt? Zeker weten. Was die rood een beetje? Ja, hij was wel dun. Hij was zo'n beetje opgedroogd. Maar hij kan zo'n hele grote tak. Dus jullie hebben hem laten liggen of wat hebben jullie ermee gedaan? We hebben hem onder de bramenstruiken gelegd. En vinden jullie het leuk vandaag, zo in de natuur? Ja. Jullie mogen alles kapot maken, of niet? Ja, dat is het hartje. Ja, dat is het leuke. Ik ga zo met Sebas een hele grote tak maken. Hard aan het werk hier in Wageningen. Ja, heerlijk. Jullie komen weer hier uit de buurt? Ik woon hier, ja. Ja? Ja, lekker buiten bezig. Ja. Voor het goede doel, het Gelderse landschap. Ja. Komt hier ook om te recreëren, wandelen of fietsen? Wandelen, fietsen, ja. Mooi gebied, hè. Dus dan heb je er zelf profijt van straks. Absoluut. Ja, heerlijk. Super. Nou hebben jullie hier aan deze hele rand eigenlijk alle bebossing en struiken en zo, die zijn jullie allemaal aan het weghalen. Waarom is dat? Ja, dat doen we vanuit de vereniging Mooi Wageningen. Willen we dat de historie van het gebied goed zichtbaar is. En dit is een heel erg bijzonder stukje Wageningen. Dit zijn de oude akkers rondom Wageningen die we zichtbaar willen houden. Met ook de glooiingen van de oude gletsjertong. En dat is een heel belangrijk stukje Wageningen en historie. En door het open te houden, hou je het zichtbaar en hou je het landschap levend.